Zondag 11 maart 2018. We zijn in het Brabantse Sint-Willebrod bij de finishlocatie van de Rabobank Dorpenomloop Rukve. De eerste wedstrijd van de Holland Cup. We zijn hier met interessante gasten. Dit is de proloog. Ja, welkom bij de allereerste de proloog live vanuit Sint-Willebrod. Gaan we vooruitblikken op de Rabobank Dorpenomloop Rukve. En dat doe ik vandaag met een aantal oudrenners en actieve renners. Hier nu aan tafel zitten Steven Rooks en Arvid de Klein. Heren, hartelijk welkom. Jullie hebben vandaag al eventjes op de fiets gezeten, hier op het parcours gereden. Hoe was het weer toen? Nou, het is droog, weet je. Dus, ja. Nou, dat was vanochtend wel even anders. Vanochtend toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik van, ik vind fietsen heel leuk. Als het droog is. Maar gelukkig is het voor iedereen, zowel voor de renners als voor ons, is het uiteindelijk goed weer geworden. Ja. Het is wel een beetje fris, maar het zonnetje breekt nu een beetje door. Er staat wel te weinig wind. Dat hebben wij zelf wel ervaren in ons ritje. Ik wou net zeggen, of het voor de koers goed is dat het zo goed weer is, dat moeten we nog maar eventjes gaan zien. Dat bedoel ik ook voor de koers. Om het een beetje kwalitatief een mooie interessante finale te laten zijn, heb je een beetje wind nodig. En dat is er helaas denk ik te weinig om er een mooie wedstrijd van te maken. Gaan we het zo meteen nog even uitgebreid over hebben. Arvid, hoe was het voor jou om hier wel te fietsen, maar niet te koersen? Ja, dat is natuurlijk apart. Want je zit natuurlijk wel je ploegmaat te fietsen en je wil zelf ook natuurlijk de koers rijden. Maar dat gaat helaas nu eventjes niet. Ja, maar leg even uit, wat is er aan de hand? Ik heb van de winter heb ik last gekregen van mijn knie, van mijn rechterknie. En er is een ontsteking ontstaan. En die ontsteking is nog steeds niet weg. Dus vandaar dat ik nog niet het zo kan belasten dat ik mee kan doen aan aan een wedstrijd. Mijn trainingsritje, zoals vandaag met een aantal gasten die achter ons zitten, dat kan wel. Ja, gewoon 2 uur rustig fietsen, dat gaat prima. Goed. We gaan allereerst prijzen weggeven. Ik hoor dat hier de renners gaan passeren. Dus we gaan even over naar commentator Daan van den Berg voor de doorkomst. Klopt, helemaal. Want de twee mannen die er de hele dag al op kop rijden, die gaan nu door de Finestraat hier in Sint-Willebrod. De Dorpstraat in Sint-Willebrod. En de twee mannen waar ik het dan over heb, is Mikkel Bjerg. Dat is wereldkampioen tijdrijder bij de belofte. En zijn Belgische vriend, dat kan je toch wel zeggen, want ze zijn al de hele dag met elkaar op pad. David Bouget. En dat is een oude bekende. 37 jaar oud is hij. En op dit moment krijgen ze aansluiting van een renner van Lotto Soudal. Een jonge renner van het opleidingsploeg van de World Tour formatie Lotto Soudal, die hebben vandaag een opleidingsploeg gestuurd. En ook hij heeft het voor elkaar gekregen om bij de kopgroep te komen. En hier op de achtervolgers zien we dus het peloton met... het is een beetje onrustig in het peloton. We zagen mannen van Rompot op kop rijden. We zagen mannen van Destil Parkhotel op kop rijden. En nu zien we dat Gert-Jan Bosman als eerste over de streep komt van de achtervolgers. Ja, als we kijken hoe ze nu rijden, dan zou je bijna zeggen dat we makkelijk een fietsje zouden kunnen aanhaken. Want heel erg hard gaat het voorlopig nog niet. Het zit nog allemaal dicht bij elkaar. En ik denk ook wat Steven ook zei. De omstandigheden zijn nu gewoon te zacht om het uit elkaar te rijden. Ja. Ja, wordt het dan gewoon waarschijnlijk een massasprint? Is dat nog te vroeg om dat nu al... Dat is wel te vroeg om dat te zeggen, maar de kans is zeer groot. Kijk, dat zijn 3 omlopen en daarna nog een kleinere omloop. Dus ik denk dat het, als er een beslissing zou vallen, dan is dat in de laatste omloop, de laatste 22 kilometer, dat er misschien nog kansen zijn. Het is wel draaien en keren, maar de weg is ook aan het opdrogen. Dus het wordt eigenlijk voor iedereen makkelijker, zou ik maar zeggen. Om dan het initiatief en het karakter en de kwaliteiten te tonen om weg te kunnen rijden met zo'n peloton, met toch wel wat goede renners, teams. Ja, dat is gewoon heel moeilijk. Dus ik verwacht dat het een massasprint gaat worden, ja. Voordat we weten wie hier gaat winnen, maak jij ook al kans om een prijs vandaag? Want je kunt een trui van Le Patron winnen. Dan moet je antwoord geven op de volgende vraag. Fausto Coppi is een succesvolle Italiaanse wielrenner uit de jaren 50. Zo won hij als eerste in 1949 de Giro en de Tour in 1 jaar. Hier zien we Fausto Coppi met zijn gele trui slapend in een hotel. Welke Nederlandse Tour de France winnaar sprak ooit de legendarische woorden: de Tour win je in bed?
Ja, wil je kans maken op deze prijs? Ga dan nu naar wielenflits.nl/Holland Cup. Daar vind je een antwoordformulier voor deze prijsvraag. Dan maak je dus vandaag kans op een shirt van Le Patron. En over alle deelnemers verloten we aan het eind van de Holland Cup een set wielen ter waarde van €2000 van DT Swiss. Aangeboden door Matt Salde. Ook als je het foute antwoord hebt, maak je alsnog kans op deze wielenset. Ga daarvoor dus naar wielenflits.nl/Holland Cup. Arvid, hoe vaak heb jij deze wedstrijd gereden? Eén keer. Ja. Eén keer. En hoeveelste werd je toen? Weet je dat ook nog? Ja, dat weet ik nog wel. Toen werd ik 11e. Dat was ook een massasprint hier. Ja. Eigenlijk zou je zeggen, ja, waarom heb je deze wedstrijd niet vaker gereden? Want dit is iets voor sprinters. Nou ja, type ren dat jij toevallig bent. Ja, dit is een ideaal parcours denk ik voor mij. Ook veel draaien en keren, waar ik ook van hou. Ja. Maar ik heb hem helaas niet vaker gegeven. Vorig jaar was ik helaas ziek, want ik had hem, normaal gesproken had ik hem gereden. Ja. Maar toen, ja, toen was ik ziek. Dus, en het jaar daarvoor trouwens ook. Dus, ja. En nu een andere blessure die je dan aan de kant houdt. Ja. Je zei er net al eventjes iets over, maar kan je even uitleggen, de knie, je kunt hem niet belasten. Hoe is dat ontstaan? Hoe het ontstaan is even onduidelijk. Wat wel is, is dat de patella pees, dus de pees onder de knieschijf, is ontstoken. En ja, die blijft ontstoken. En binnenkort is er ook een operatie. Ja. Klinkt een beetje als hetzelfde geval als Mathieu van der Poel. Ja, misschien lijkt het erop. Maar ik denk dat elk geval apart is natuurlijk. Ja. Wanneer verwacht jij eigenlijk weer weer te kunnen koersen? Is dat al bekend? Nou, dat is een beetje onduidelijk nog. Maar dat is afwachten na de operatie. Ja. Eigenlijk best wel zonde, hè? Want afgelopen jaar heb jij een waanzinnig goed jaar gehad. Ja. Ja, als we het hoogtepunt, dat zal een makkelijke vraag zijn welke koers dat was. Het hoogtepunt was natuurlijk de laatste koers die ik gereden heb. De sluitingsprijs, Putte Capelle. Ja, de sluitingsprijs, Putte Capelle, tuurlijk. Maar ja, er waren ook andere hoogtepunten, moet ik zeggen, hoor. Maar dat was wel, ja. Ja. Welke nog meer? Tour de Loire-Echer was voor de ploeg was dat wel echt een hele mooie overwinning. Ja, ja. En heb je nog in Antwerpen nog in Antwerpen heb ik nog gewonnen, ja. Ja, ja. Ja. Toch besloten om van ploeg te gaan wisselen. Je bent overgestapt van Babydump nu naar Metec. Welke gedachte zat daarachter? Ik heb nog steeds de ambitie om natuurlijk een stap hoger op te gaan. Ja. En ik denk dat daar een goed programma of een groter programma voor nodig is. En bij Babydump, dus nu Alecto, was het programma niet van die naad, vind ik, dat ik nog een stap had kunnen zetten. En vandaar dus nu Metec. Ja, het ging ook echt om de buitenlandse rittenkoers. Ja, 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 maar daarvoor moet je wel eerst op de fiets kunnen zitten. Ja. Steven, je bent natuurlijk ook betrokken bij een ploeg, bij Desktop Park Hotel. Het rijden van buitenland. Was betrokken. Helemaal niet meer? Nee, ik ben helemaal niet meer bij betrokken. Verleden jaar nog wel, maar dit jaar niet. Meer. Het rijden van buitenlandse wedstrijden, hoe belangrijk is dat voor een continentale ploeg? Ja, zeker als je continentaal is een opstap naar professionele wielermatier. Dus dan heb je gewoon buitenlandse wedstrijden nodig. Hè. Je hebt je aspect aan wieler, verschillende wielerwedstrijden nodig. Kijk, je hebt het vlakke landschap Nederland, je hebt een beetje Limburgse land, maar je hebt ook de buitenlandse wedstrijden waar de heuvels natuurlijk wat groter en wat langer zijn. Internationaal programma en die hardheid. Zeg maar, om sterker te worden, ook welke disciplines beheers ik en welke disciplines niet en hoe kan ik mezelf ontplooien, heb je dat soort wedstrijden nodig. En daar is natuurlijk, ja, daar heb je grote ploegen, heb je geld voor nodig, heb je sponsors voor nodig om het allemaal te kunnen realiseren. En ik snap van Arvid die stap wel, weet je, dan zeker met zijn kwaliteiten die hij verleden jaar heeft laten zien. Putte Capelle is geen makkelijke koers, als je die kan winnen, dan hebben zeg maar, profploegen hem al gezien. En dan moet je nog een stapje verder zetten. Helaas is dat natuurlijk nu, ligt dat misschien nu een beetje vervelend. Doordat je niet kan starten. Maar het seizoen is nog lang. Hè? Dus er komen echt nog wel weer momenten. Ja. Als je maar realiseert, hetgene wat ik heb gekund, dat is niet verloren. Hè? Dat komt zeker wel terug. En dan is nog 1%, 2% nodig. Om het eigenlijk iedere ploeg nerveus te laten zijn van, ja, die moeten we in ons team hebben. Ja, want op hoeveel procent zit jij dan van topfitheid? Kan je dat uitdrukken? Het is moeilijk uit te drukken, omdat ik me natuurlijk niet kan meten met de renners die hier bijvoorbeeld starten. Maar ik ben er nu nog wel ver van. Zeker als ik denk een operatie heb, dan ben ik er nog verder van. Maar wat Steven ook zegt, het seizoen is nog lang en ik weet wat ik in mijn mars heb. Dus, Maar als je ziet hoe die renners altijd, nu het seizoen is net begonnen, hoe eager die zijn om te kunnen koersen. Ja,
Ja, hoe zit het dan bij jou? Hoe hou jij dat tegen? Nou, als ik dan nu ook zo langs de kant sta, dan vreet het wel aan mij. Ja. En dan wil ik wel, dan kriebelt het gewoon om weer te koersen. Ja. En zeker met wind en dat soort dingen, dat lijkt me weer heerlijk om te doen. Dus, ja. Nu ben je overgestapt naar Metec, maar ik heb me laten vertellen dat je ook nog wel eventjes gesproken hebt of in ieder geval contact is geweest met zoals ploegen, profploegen. Hoe ver ben je daarvan af geweest van zo'n stap? Er is contact geweest en er was ook wel interesse. Maar we zijn uiteindelijk niks van gekomen. Nou, eigenlijk nog een jaartje continentaal niveau. Wat denk je dat je zelf nog echt moet ontwikkelen, buiten topfit worden, om die stap te kunnen zetten naar een profdebuut? Ik denk dat ik gewoon mijn motor nog meer moet vergroten en zorgen dat ik dat mijn motor vergroot wordt en mijn sprint nog sneller wordt. Motor vergroten, hoe doe je dat? Buitenlandse wedstrijden rijden. Ja. Groot dus en mooi programma rijden. Ja, ja. Dat doet hij goed. Die stap moet je ook nemen. Hè. Je hebt ook, kijk, de wedstrijden zijn over het algemeen tussen de 150 en 200 kilometer. Ja. Maar hoe zwaarder de wedstrijden zijn, dan heb je natuurlijk moraal nodig om zo'n wedstrijd aan te kunnen gaan. En dan kom je over de finish, dan ben je misschien hartstikke kapot. En dat doe je nog een dag en nog een dag. Maar daar word je beter van. Hè. Want elke stap die in het wielrennen zet, zeg maar vanaf nieuwelingen, junioren tot en met elite en professionals, dat zijn elke nieuwe stappen die je moet ondernemen. En daar heb je gewoon je lichamelijke power voor nodig. Ja, die doe je alleen maar op door uiteindelijk dat soort programma's te rijden. En dan kun je trainen wat je wil, ja. Maar dan kom je tot een bepaald niveau en die extra stap die dan, die procenten die nodig zijn om uiteindelijk die top te behalen of te laten zien dat je voor de top, dat er potentie is dat ze je aan willen trekken. Ja, dan heb je dat programma nodig. Ja. We gaan in ieder geval wel van je koerskennis zo meteen profiteren. Want jij gaat nu naar Daan van den Berg toe om co-commentaar te geven. Hoe goed ken jij het parcours? Dat ken ik. Ja, ik heb hem één keer gereden. Ja. Dus ik weet wel, ik ken de weggetjes. Ja, nou, ja. In ieder geval, als geheugensteuntje gaan we nu even kijken naar het routeprofiel. De Holland Cup telt 6 koersen en we trappen op 11 maart af met de Rabobank Dorpenomloop van Rukve. Om 12 uur vertrekken de renners voor 3 grote rondes van circa 55 kilometer en daarna volgt nog 1 kleine lus van 22 kilometer om rond 4:15 te finishen in Sint-Willebord. Ja, inmiddels is aangeschoven David van der Poel, hartelijk welkom. Hoe ver is dit bij jou thuis vandaan? Een kleine 30 kilometer. Ja. Dat klinkt dan eigenlijk alsof dit routes zijn waar jij wel eens zomaar op training voorbij zou kunnen komen. Ja, niet waar we hier zitten niet, maar hier in de buurt passeer ik wel regelmatig regio Nispen en dan een beetje verder naar boven, zeg maar. Daar kom ik wel regelmatig voorbij. Ja. Het is hier draaien en keren. Maakt dat het parcours eigenlijk voor zo'n koers iets lastiger? David? Ja, ik denk het wel. Alhoewel dat vandaag, zoals eerder gezegd, de weersomstandigheden zijn wel heel goed. Dus daar volg ik de andere gasten wel in, maar het maakt het sowieso zwaarder. Zeker als je een beetje meer achterin het peloton koerst, dan begint het wel te wegen. Ja. Steven, ben jij in je rijke carrière hier wel eens gepasseerd bij een koers? Wel op training, in de koers natuurlijk uiteraard, de Ronde van Nederland. Waarschijnlijk kom je wel eens in deze regio's. Ik heb in mijn amateurperiode eigenlijk bijna geen klassiekers gereden. Een aantal maar Drenthe en in Haarlemmermeer. Voor de rest ben ik eigenlijk ook alleen maar in de selectie terechtgekomen. Via de selectie heb ik heel veel buitenlandse wedstrijden gereden. Waardoor ik ook, waar we het net over hadden, om mezelf uiteindelijk een stukje sterker te maken dan ik al was. Maar het is wel het wielerlandschap waar Brabant, Willebrod in de omgeving. Ja, daar zit wel de wielercultuur en het is ook fantastisch. En ik ben zelf ook nog verbonden bij de Ronde van Noord-Holland als koersdirecteur. En het is elk jaar heel lastig om financiële positie bouwen. Ook een koers van de Holland Cup. Ook een koers. Om financieel uiteindelijk dit mogelijk te maken. Er is veel geld voor nodig om dit te realiseren. Ook als je aan de kant staat nu. En dan zie je hoeveel mensen er worden ingezet om uiteindelijk veilig en wel die renners voorbij te laten gaan. Ja, dat is petje af. En mooi dat het hier mogelijk is. Ja. Ja. David, jij schrijft ook aan omdat je de winnaar van vorig jaar goed kent. Maarten van Trijp. Laten we even kijken naar de finishbeelden van vorig jaar. Hoe die hier zo aankomt. Heb je die koers nog gekeken? Ik was vorig jaar aanwezig. Ik stond 500 meter na de finish. Dus ik was erbij. Ja, en dan zien we binnen. Ja, dat was heel mooi om te zien. Zeker omdat hij vorig jaar in de voorbereiding die koers had aangeduid.
En op voorhand er heel veel mee bezig was. En als je het dan zo op die manier kan afronden, is dat wel mooi. Ja. Ja. De mooiste manier om te kunnen winnen zo, solo? Ja, uiteraard is dat een van de mooiste momenten. Maar op het moment dat je sprinter bent, is het natuurlijk ook mooi om te kunnen schitteren in een compact peloton en daar de beste van te kunnen zijn. Maar ja, als je alleen kan aankomen, ik moest altijd alleen aankomen in de meeste gevallen, dan betekent dat in ieder geval dat je op de juiste momenten gebruik hebt gemaakt van je kwaliteit en een ontsnapping op touw gezet en dat je de ruimte krijgt in het volkanaal. Ja. Hoe goed ken jij Maarten? Ja, redelijk goed natuurlijk. We kennen elkaar al bijna 20 jaar, denk ik nu. Dus dat is zo goed als heel mijn leven, dus ik ken hem wel. Ja. Zijn vader is jouw mechanieker in de cross? Ja, klopt. Ja. 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 Trainen jullie veel samen, jij en Maarten? Ja, dat is een beetje in de zomer wel, in de winter niet. Want dan zit hij in zijn rust natuurlijk en ben ik met mijn crossen bezig. Maar af en toe wel, ja. Ja. Hele lastige winter gehad. Even een tijdje zonder ploeg gezeten. Heb je daar veel van meegekregen? Ja, natuurlijk wel. Ik weet dat hij contact heeft gehad met profploegen en dat er op een gegeven moment heel goed uitzag. En toen heeft hij ook aangegeven aan Metek dat hij waarschijnlijk de overstap zou maken. En uiteindelijk is dat niet doorgegaan en zaten ze bij Metek vol. Dus moest hij op zoek naar een nieuwe ploeg. Dat was niet makkelijk natuurlijk. Ja. En dan een plekje gevonden bij de ploeg waar jij net dus de contact, althans in ieder geval je verbinding mee hebt verbroken. Heb je daar wel nog wat van meegekregen van het aantrekken van hem? Ja, daar heb ik wel van meegekregen. Want het is niet dat het hele contact helemaal verloren is. Ik heb ook gezorgd dat die sponsoren bij elkaar zijn gekomen, waardoor het ook weer mogelijk is om een ploeg te hebben. Maar de ploegleider daar ter plaatse, die is daar ontzettend op zoek geweest naar een goede mix van talenten en ervaren renners. Dan heb je het over Frank Pennings. Frank Pennings, ja, exact. En dat heeft toegeleid dat er ook wat buitenlandse renners naartoe zijn gekomen. Dus de internationaliteit, maar ook de talenten, maar ook de renners met ervaring. Ja, die hebben op dit moment de kwaliteit al getoond. Hè? Want verleden week hebben ze natuurlijk succes geboekt. Ook met dezelfde persoon waar we het over hebben. Ja, want ontzettend lastig winter gehad. Natuurlijk lang in onzekerheid gezeten. En dan wint hij vorige week de Ster van Zwolle. Hoe hoorde je dat? We zien hier de finish. Ja, het is natuurlijk een wedstrijd die Maarten super goed ligt. Zeker als er een beetje winst staat, is hij extra gemotiveerd. Omdat hij weet dat, dat er altijd een grote kans is dat hij erbij zit. Dat hij de schifting overleeft. En, ontzettend zware koers. Hè? Zit in de kopgroep. Je ziet het hier hoe die... Bijna speels gemak, hè? Ik weet hoe snel hij is en vooral zijn aanzet is fenomenaal. Dus dat weten die andere renners ook natuurlijk. Maar het is niet makkelijk om, zeker op zo'n klein groepje, om nog weg te rijden. Ja. Dan heeft hij een beetje het stempel van dat hij niet goed kan klimmen. Is dat terecht? Ja, dat klopt ook wel. Je moet hem natuurlijk geen berg oversturen en verwacht dat hij daar, in het peloton overleeft, zeg maar. Dat is dan weer zijn zwakte, maar... Ja, zoals ik zeg... Het heeft al eens, geloof je, in België, in Dardenne nog wel eens... Volgens mij de triptiek. Circuit de Wallonie, denk ik. De Wallonie, ja, die heb ik dan ook al wel eens gereden. Die is niet super lastig. Valt eigenlijk redelijk goed mee. Maar hij heeft gewoon één enorme kwaliteit. En dat is een sprint. Plus dat hij, zoals we vorig jaar gezien hebben, niet hoeft te wachten. Ja. En in een koers zoals vandaag en vorige week is dat wel ideaal. Ja, want afwachtend koersen, dat is bij hem niet altijd bij. Ja, nee, ja, dat hoeft ook niet, denk ik. Als je afwacht in het koers en je mist de slag, dan zit je daar ook te balen. Dus je kan beter goed meekoersen en zorgen dat je mee bent en dan die sprint nog achter de hand houden. Steven, had jij een stempel waar je het niet mee eens was tijdens je carrière? Mee eens bedoel je? Nou, mee oneens bedoel ik. Oké, ja. Want goed, zeg dat jij slecht kon klimmen, dat zal er niet bij geweest zijn. Nee, want je moet natuurlijk heel snel proberen te ontdekken wat je kwaliteiten zijn. En binnen de wielersport zijn dat een aantal aspecten. Het is klimmen, of het is tijdrijden, of het is sprinten. Ja, en als je kan sprinten, je ziet het aan Dylan Groenewegen bij wijze van spreken, als je een positiestap hoger kan maken, je kan je nog zelf blijven ontwikkelen. Ik denk dat met Maarten misschien er ook aan zit te komen. Alleen, ja, bergop. Er zijn niet alle wedstrijden zijn gelukkig bergop. En er zitten natuurlijk wel wat heuveltjes in. De wedstrijden zijn ook wel wat zwaarder en langer. Dus je moet uiteindelijk wel weer een stukje verder groeien. Wil je ook binnen profs uiteindelijk je successen boeken in de massasprint. Maar goed, als je... Zoals hij vorige week liet zien, bij wijze van spreken, in zo'n klein groepje met overtuigende power zeg maar, weg kunnen sprinten. Dat betekent eigenlijk wel dat je verder moet. Ja. Alleen, wanneer krijg je de kans? Ja. En als ik hoor dat hij toch al in overleg heeft gezeten, dat die kansen bijna aan zitten komen. Dan hangt het van dit jaar af. Ja. Nou goed, hij is in ieder geval goed begonnen. Laten we even luisteren, want bij de start hebben we hem gesproken. Want het is misschien wel de topfavoriet. Ja, Maarten van Trijp, ben jij de topfavoriet vandaag? Ik denk één van de favorieten, ja.
Wie nog meer? Ik heb gelezen op Wielerflits dat ook wereldkampioen tijdrijden van de belofte start. Nou, dat is al zeker een van de favorieten. Wippert kan je ook niet uitvlakken, dus er zijn nog wel meer. Wat voor koers gaat het worden vandaag? Ik denk een lastige koers. De wind trekt wat aan en het is nat op de weg. Met dat draaien keer wordt het toch lastig. Dus het zal wel uitgedund worden en een zware finale worden. Vorig jaar kwam je solo over de streep. Je won de dorpomloop van Rukve. Kan dat dit jaar weer, zo'n scenario, solo over de streep komen? Nou, dat kan zeker. Als ik daar nu voor kan tekenen, dan doe ik het gelijk. Maar ja, dus, de aankomst leent zich ertoe. En als je sterk bent, dan kan dat zeker. Je bent sterk. Je won vorige week de Ster van Zwolle. Je gaat met een soortgelijke ploeg hierheen. Is dat expres? Klein beetje misschien, maar onze ploeg hangt gewoon echt aan elkaar. En of er nou dezelfde renners of de andere renners zijn, we gaan voor elkaar door het vuur. En dat is het gewoon. Je kent de route hier, hè? Heb je deze week hier nog gefietst? Ik ben er twee keer geweest toevallig, ja. Ja, twee keer geweest, toevallig nog een keer met jou erbij? Nee, ik zit niet meer op de fiets momenteel. Even een paar weekjes rust. Dus, ja. Inmiddels heeft Steven plaatsgemaakt voor Brady van Dalen. Hartelijk welkom. Vader met name ook van Jason, die zit hier in het peloton voor Delta. Hoe is het met hem? Ja, tot wat ik nu gezien heb draait hij lekker mee, dus afwachten. Ja. Je bent ook van BCP Special Paintwork en ontdekker van, of uitvinder eigenlijk, van een nieuwe innovatie in het wielrennen. Leg even uit, het staat zelfs voor je op tafel. Ja, dit hebben we genoemd de crashpad. En de crashpad is eigenlijk gemaakt voor het schade voorkomen van derailleur achter. Ja. De achterderailleur, waardoor... Ziet u ook op de beelden? Precies, waardoor je dus ziet dat boven een bepaalde 15 km per uur... dat dan de spaken niet meer in je derailleur slaan, waardoor je dus minder schades hebt. Moet vooral gaan zorgen dat er heel wat derailleurs het gaan overleven. Ja, precies. En eigenlijk dat je dus door kan gaan met het ding waar je mee bezig was. Ja. En dat is dus fietsen. Zou dat zijn voor de cross? Misschien wel, ja. Er zijn wel crossen waar dat zeker een groot gevaar is om derailleurs in het wiel te rijden. Ik weet niet, ik denk dat dit eerder bedoeld is om contact met andere wielen en dergelijke om dat beter te laten aflopen. Maar ik denk dat het wel zeker in de weg wel iets kan betekenen. Tijdens de wegkoers wel eens last van gehad dat je... Ja, dat gebeurt zeker. Als je in zo'n groot peloton zit en het is nerveus, dan tikken de renners elkaar constant aan. En als een ongeluk is vlug gebeurd en dan sta je snel aan de kant. Ja, ja, vorige week Ster van Zwolle. Ja. Moet jij dat toch wel even... Was dat genieten eigenlijk dat het gebeurde? Ja, ik denk eigenlijk net te laat. Hier, Jasper Bovenhuis in de kopgroep van de Ster. Ja, dat was toch de man die een hele goede kans daar maakte. En uiteindelijk verliest hij daardoor toch een kans om een overwinning. Je ziet de derailleur daar bungelen. Ja. Ja. Gewoon waarschijnlijk aangetikt door iemand anders uit de kopgroep. Ja, als je natuurlijk met die snelheden gaan die spaken zo hard heen en weer. Dan krijgt hij met dit dingetje, dus met de crashpad eigenlijk, niet de kans om in jouw derailleur te slaan. En normaal slaat de derailleur dan in jouw achterwiel. Waardoor je dus dan geparkeerd staat, om het maar zo te noemen. Hoe is het idee ontstaan eigenlijk? Ja, ik in mijn vak kom ik dat heel vaak tegen. Schades van valpartijen, het seizoen begint weer. Ja. Want even voor de duidelijkheid, jij repareert ook carbonfietsen? Ik repareer over het algemeen carbonfietsen, het spuiten van racefietsen, helmen, dat soort dingen. Dus echt een beetje het pimpen van een fiets. Ja. Wat ik erg leuk vind om te doen. En het carbon repareren is daar natuurlijk van de laatste jaren bijgekomen. Ja. En door veel schades daardoor ben ik op een gegeven moment gaan nadenken van joh, wat kunnen we daarop doen om het te voorkomen. En daar is dit door ontstaan eigenlijk. Ja. Heeft Jason man al op zijn fiets? Nee, we hebben besloten om het tijdens de koers allemaal nog niet te doen. We doen hier wel mee trainen en omdat het ook nog UCI goedgekeurd moet worden. En we gaan er gewoon vanuit dat dat goed is, want het is alleen maar voor de veiligheid. Ja. Want hoe loopt zo'n traject dan? Je bedenkt dat, je ontwikkelt het en dan moet er nog... Ik, goed worden. Ja, precies. Ik heb het eerst uitgetekend. Ik had het in mijn hoofd zitten. Ik heb het uitgetekend. Ik denk, het is wel heel simpel wat ik uit zit te tekenen. Maar dat zijn de meeste dingen. Die zijn simpel. Die goed zijn eigenlijk. En toen heb ik het uitgetekend. Ik heb het laten draaien door een vriend van mij op de draaibank. En toen heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken naar de fabriek geweest van Tax. En daar heb ik het idee voorgelegd. En dat vonden ze zo gaaf dat we daarmee verder zijn gegaan. Ja, hoe is dat eigenlijk en wanneer is eigenlijk dat idee ontstaan dan? Ja, eigenlijk ongeveer anderhalf jaar geleden is dat begonnen. Ja, dan ga je eerst kijken, is dat idee er al niet? Hè? Want het is eigenlijk zo simpel eigenlijk dat ik denk van dat is er al. Maar uiteindelijk was het er dus nog niet. Want zou het eigenlijk iets zijn dat ook op de standaard op de fiets te bouwen is? Ja, kijk, het zit eigenlijk op je wiel. Hè? Dus het zit eigenlijk op je naaf. Je haalt het laatste moertje, haal je eraf.
En daar komt deze voor in de plaats. Dus het, uiteindelijk zit het niet op je fiets, maar het zit het op je wiel. Ja. En op het moment dat iemand anders bij een Amstel Gold Race... waar heel veel trimmers en liefhebbers maar meedoen. En je staat in te schrijven en iemand gooit jouw fiets om. En jouw derailleur schreef, het padje, dat is allemaal zo kwetsbaar. Dan, en jij gaat fietsen, dan heb je niet het vermoeden dat jij achter de derailleur scheef staat. Ja, want er zijn profielrenners die willen volgens mij allemaal zo min mogelijk dingetjes op hun fiets hebben gemonteerd. Geldt dat ook voor jou? Nee, ik ben daar niet super gevoelig aan. Het lijkt me ook niet echt heel zo hard, dus ik denk dat je het daar ook niet voor moet doen. En, ja, ik zeg het, je zal het waarschijnlijk niet heel vaak nodig hebben, maar zoals je ziet in het geval van Jasper Hoefhuis, je zou het maar net voor hebben in de kopgroep en dan vergooi je eigenlijk je wedstrijd daardoor. Ja. Maar zou het wel in de toekomst mogelijk zijn dat in het peloton mensen besluiten van dit wil ik? Ik verwacht dat volgend jaar gewoon volop te zien is, omdat het gewoon, het helpt gewoon een hoop schades en een hoop valpartijen en een hoop frustratie van een jongen die natuurlijk heel veel traint en die dan in de kopgroep zit, die daar dan zijn kansen mee kwijtraakt. En eigenlijk door een ander, want een ander rijdt in jouw achterdeur. Dus dat is eigenlijk een beetje het... Maar minder schades betekent ook minder reparaties voor jou? Ja, maar goed. Joh, ik zit daar een beetje in mijn eigen vaarwater natuurlijk. Maar goed, ik ben zo'n wielerliefhebber dat ik het gewoon mooi vind als zo'n jongen gewoon door kan fietsen. Ja. Nog heel even over kapot carbon. Nou, dat kan tegenwoordig goed gerepareerd worden. Maar is dat nog even stijf? Ja, kijk, het ligt een klein beetje aan waar die gebroken is. De achtervorken zijn gewoon heel erg goed te repareren, omdat het vaak dun is. En dat je dat toch goed kan verstevigen. Kijk, met een hengel die is 6, 7 meter lang. Dus die moet echt heel erg veren. En een fiets is zo compact dat de stijfheid daar gewoon niet onder leidt. Dus dat maakt, eigenlijk maakt het niet veel uit. Nee. Durf jij op een gerepareerde carbonfiets te rijden? Ik heb er tot nu toe nog niet veel last van gehad, dus laten we hopen dat het zo blijft. Maar ik zit natuurlijk in de wielerploeg, dus als op het moment dat daar iets kapot genoeg gaat... materiaal. Ja, dat ten eerste ook al, daar moet ik al niet over klagen. En plus als er iets kapot gaat, dan gaat het terug naar de ploeg en krijg je een nieuw exemplaar voor in de plaats. Dus. Wat gebeurt eigenlijk er nou? Er gaat een fiets kapot bij een ploeg. Nou, je ziet er ergens bij een koers in een vrachtwagen gestopt worden. Dan komt het bij jou? Nou, ik denk dat het bij ploegen gewoon afgeschreven wordt, omdat die gewoon de risico's niet willen lopen. En dat snap ik ook gewoon wel. Ja. Ik bedoel, dan bij een volgende volpartij. En hij breekt dan toch weer daarna of ervoor. Kijk, op de plek zelf kunnen de carbonreparateurs dat zo goed. Maar ik denk dat gewoon de grote fabrieken daar geen risico's mee lopen. Dus die geven gewoon een nieuwe fiets. Maar bij de trimmers of iemand die gewoon zelf hard gespaard heeft om een fiets. Ja. En die na 2-3 weken een ongelukje hebt. En zijn eigen schuld is. Dan gaat hij niet weer een nieuwe fiets kopen van een paar duizend euro. Waarschijnlijk is de belasting die een renner in een koers heeft... ook nog iets anders dan de gemiddelde trimmer? Ja, kijk, een trimmer die zou een beetje, die gaat misschien met de 30, 35 beerst over een drempel. En hier springen ze eroverheen en ze vliegen eroverheen. Ik weet niet wat ze allemaal doen, maar dat kan. Dat is een hele andere tak van sport. Ja. David, ik wil het met jou nog heel even hebben over jouw broer. Die is gisteren in actie gekomen op de mountainbike. We konden het gewoon allemaal kijken, want het is weliswaar in Zuid-Afrika. Maar het tijdsverschil zat te weinig tussen. Hoe heb jij daarna gekeken? Ik was eigenlijk in het ziekenhuis toen ik het bekeken heb. Want mijn oma ligt in het ziekenhuis. En het bezoekuur viel samen met de wedstrijd. Dus hebben we daarop... samen kunnen kijken? Ja, gezellig met z'n allen kunnen kijken. Dus, Want hij zit daar samen met je vader? Ja, hij is daar eigenlijk met de ploeg naartoe, zeg maar. Met de ploeg bedoel ik dan verzorger en een mechanieker en de ploegleiding. En mijn ouders zijn daar eigenlijk naartoe gegaan op vakantie en die pikken dan de wedstrijd mee. Hij wordt daar vierde in de eerste wereldbeker van het jaar. Heb je hem nog gesproken daarna? Ik neem aan van wel. Ja, ik heb hem daarna nog wel gesproken. Ja, ik vond het een beetje onverwacht toch wel. Het is op 2 weken tijd van de cross naar de mountainbike. Een heel andere discipline, een heel andere inspanning, andere weersomstandigheden. Dus ik stond er toch wel van te kijken een beetje. Zelf niet het idee gehad van ik ga lekker met hem mee en ik stap ook op die mountainbike richting Olympische Spelen? Nee, ik denk dat voor mij iets te hoog gegrepen is. Zoals ik zeg, de inspanning is zo anders. En vooral ook de techniek die daarbij komt kijken en ook de durf een groot stuk, dat is nog van een ander niveau. Ja. Dan meer het pad misschien dat Wout van Aert zou bereiden, wat hij heeft gedaan met de straden en de omloop. Ja, je moet natuurlijk wel realistisch zijn, ook je eigen kwaliteiten goed kennen. Dus, dat spreekt mij zeker aan en ik denk andere crossers ook. En voor ons is het alleen maar goed dat ze jongens zoals Wout en Mathieu laten zien dat de cross niet zomaar, zomaar iets is en dat daar wel degelijke kwaliteit zit. Ja, je zei straks al, ik zit eventjes in mijn rustperiode. Wanneer gaan we jou weer in actie zien?
In actie zal nog een kleine 2 maanden duren. Ik heb nu nog een week rust en dan begin ik rustig terug op te bouwen. En dan over een week of 7, 8 denk ik zal ik terug in actie te zien zijn. Ja, welke wedstrijd? Weet je, heb je al iets bekend van Ik heb het programma al grotendeels wel onder ogen gezien. En ik denk een 15-tal eendagskoersen. En dan nog aangevuld met een etappekoers of 5, 6. Ja. Brady, wanneer mag Jason vandaag tevreden zijn? Nou goed. Of waar hoop jij stiekem op? Ja, als vader hoop je natuurlijk al op winst. Ik bedoel, daar ben ik fanatiek genoeg voor. Alleen ja, waar ik nu op hoop is gewoon dat ze allemaal weer gewoon goed over de finish komen. En opbouwend naar het Normandië verhaal. Dat gaat team Delta Cycling heen. Dus. Goed. Laten we gaan kijken hoe ze het er vanaf gaan brengen. We gaan nu over naar Flavio Paschino en Steven Rooks.